De Eusebiuskerk in Arnhem vormt volgende week even de catwalk voor de modeshow Lik Mijn Wonden. Daarin lopen sporters met een beperking in kleding van bekende modeontwerpers. Het idee hiervoor kwam van de Oosterbeekse kunstenaar en ontwerper Petra Hartman. Via via wist zij onder meer enkele dames en heren van de Paralympische rolstoelbasketbalteams zover te krijgen dat ze mee wilden doen. Woensdag werd op Sportcentrum Papendal alvast de kleding gekeurd en gepast. Ja, ik vond het wel heel interessant. We mochten zelf kiezen, de dames mochten zelf kiezen van wie mee wilde doen eigenlijk. Dus er waren een aantal opgaves inderdaad. Dus ik vond het wel heel interessant om eens een keer mee te doen daaraan. Ja, vandaag zijn jullie alvast aan het oefenen met passen, van of het allemaal een beetje gaat. Maar jullie doen ook aan de daadwerkelijke modeshow zelf mee? Ja, dat is volgende week donderdag, volgens mij de 20 juni. Dan zal het plaatsvinden in Arnhem. En dan doen we met de modeshow zelf mee. Ja, is het nou bijzonder dat er binnen de modebiennale ook aandacht is voor mensen met een lichamelijke beperking? Ja, ik vind het zelf wel interessant, want over het algemeen zie je altijd hele mooie modellen en goed gevormde dames of heren. En nu zie je het op een ander vlak eigenlijk, mensen met een lichamelijke beperking. En dat lijkt me wel interessant om dat daar ook aandacht aan geschonken wordt. Je hebt een van de kledingstukken geprobeerd. Wat vond je ervan? Ik vond het er mooi uitzien, hè? Ja. Mooie kleding, iets nieuws weer, apart. En past het ook goed? Ik heb het zelf nog niet gepast, dat moet nog gebeuren. Dus dat zie ik wel. Ja, en ik begreep dat het heel makkelijk was van, is het te lang en dan gewoon een stuk afknippen? Zo simpel is het. Hoe zit het jurkje? Ja, heel lekker. Het is heel fijn stofje. Ik vind het ook heel mooi eruit zien. Heel leuk. Ja. Zit als gegoten. Ja, inderdaad. Ja, lijkt voor me gemaakt, zeg maar. Ja. Heb je al wat meer van de collectie die jullie gaan showen gezien? Nee. Dit is voor ons de eerste keer dat we kleren zien en ook mogen passen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de rest eruit gaat zien. Veelbelovend. Ja, ik vind dit heel mooi. Dus ik denk dat de rest er ook heel mooi uit gaat zien. Hoe bent u er als kunstenaar zo bijgekomen om iets met mode en mensen met een lichamelijke beperking te gaan doen? Nou, ik ben sieradenontwerper en ik heb sieraden gemaakt voor mensen met littekens. En dat heb ik in het museum in Arnhem gedaan. Ik heb juist de littekens benadrukt met sieraden. Omdat het, vind ik, rijkdom is aan je lichaam en schoonheid. Ook voor puurmeiden heb ik dat gedaan. Meiden met littekens heel erg opgeblazen, een hele grote reuze sieraden en dat geaccentueerd. En toen was ik betrokken bij het dorp 50 jaar. Ik heb de inrichting gedaan van het symposium, van de tent, een kunstwerk gemaakt en hele grote foto's opgehangen. En toen bedacht ik me eigenlijk op dat moment in gesprek met de directeur van CISA om dit te continueren, de aandacht wat nu voor het dorp is, om dat nog meer te accentueren in de omgeving. En toen dacht ik, nou, ik ga een modeshow maken voor mensen met een beperking. Gelopen bedoel ik, door mensen met een beperking op de modebiennale. Ja, hoe apart is het ontwerpen van de kleding voor mensen met een beperking? Is dat nog heel anders dan voor mensen die helemaal compleet van lijf en leden zijn? Nou, ik denk dat het in die zin anders is dat het niet standaard is. Misschien geen standaardmaat. Sommige mensen hebben een wat kleiner verhouding bovenlijf. En ik denk dat als je een kleermaker bent, dat ben ik niet, dus dat laat ik dus modeontwerpers doen, die meten dat en die bespreken dat. En dan is het denk ik niet veel moeilijker dan gewoon, ik denk dat ik moeilijker ben te kleden dan